heb op 47 had ik de eerste duif thuis en bleek voldoende voor de eerste nationaal. Mijn naam is Wil Bonen. Ik ben vanaf 1985 duivenmelker en ben in eerste instantie gestart met mijn broer en met mijn vader. Vervolgens ben ik in 2004 naar Buggenum verhuisd en daar ben ik dan voor mezelf gestart met duiven. Ja, op Marseille gisteren had ik 19 duiven mee, waaronder 10 jaarlingen. 9 oude duiven, waarvan 7 weduwnaars, 2 nestduiven en een 10 jaarlingen. De eerste 3 duiven waren jaarlingduivinnen. Dus ik had er gisteravond van de 19 11 thuis, om 3 minuten voor 10 de 11e. En vanmorgen heb ik er nog, voordat we gingen lichten, nog 3 bijgekregen voor 1 uur. En na 1 uur zijn er nog 3 bijgekomen. Ik mis er nog 2 op dit moment. Aan de hand van de meldingen op Pipa zijn we gaan rekenen hoe laat dat we hier moesten draaien om die Fransmannen voor te kunnen blijven. Mijn berekening was dat het tussen 7 uur en 7:30 zou moeten zijn. Maar toen kwamen 2 gebroers Beurskes uit Halen. Die kwamen toen hier naartoe om te komen kijken naar Marseille. En die zeiden mij dat wij op een kortere afstand speelden. Dus dat die tijden bijgesteld worden. Hij zei tegen mij, voor 7:10 moet je gedraaid hebben. En het was ongeveer 7:15 toen zij aankwamen. En ja, ik heb op 47 had ik de eerste duif thuis en bleek voldoende voor de eerste nationaal. Wat gaat er door je heen? Ja, er gaat eigenlijk veel door je heen dan, maar je kunt dat niet beschrijven, omdat ja, je weet niet precies hoe je ermee om moet gaan. Maar ja, ik was ook blij dat we allebei goed gepakt hadden, mijn broer Johan en ik. Dus we hebben er ook veel werk voor gedaan en ja, misschien loon naar werken. Ik had 1 en 3 en mijn broer had de 12e. Dus en we hadden allebei bij elkaar, hadden we gisteravond 20 duiven thuis van Marseille, van de 43 die we samen mee hadden. Dus we waren zeer tevreden. Ik heb hier in mijn hand heb ik de winnares van Nationaal Marseille. Tevens winnares van als eerste internationaal duivinne. De vader is een zoon van de 66 van Jan Stevens uit Schinveld. En de moeder is een dochter uit de eerste internationaal van Karl-Heinz Kansky, de Superhagen. Mijn broer heeft hier de 3e nationaal van Marseille. Dit is dus de 3e nationaal Marseille. En deze duif is het kleinkind van onze 6e nationaal Barcelona, de naam Granadora. Dus en deze speelt de 3e nationaal. We zitten op hetzelfde hok waar de 1e nationaal ook zit en werd gespeeld als lesbienne.